Als kind wilde ik graag kapper of banketbakker worden, maar mijn tante en oma hebben vroeger ook in de zorg gewerkt en daar heb ik kennelijk iets van meegekregen. Ik als verzorgende kan gaan en staan waar ik wil, maar de bewoners waarvoor ik zorg eigenlijk niet. En ik vind dat wij ons hard moeten maken dat de mensen wel de dingen kunnen blijven doen wat ze willen doen. Bijvoorbeeld met meneer Glijsteen, zo ga ik af en toe met hem een rondje wandelen met de hond. De hond heet Joyce, een schat van een beest. Voorheen mochten er geen huisdieren op de afdeling verblijven, maar voor de heer Glijsteen hebben we een uitzondering gemaakt. We hebben een fijn team zo samen. We hebben dezelfde ideeën over de benadering naar onze bewoners toe. We zorgen voor psychiatrische cliënten en is het belangrijk om goede voelsprieten, ogen en oren te hebben om zowel de dag, maar ook de nacht voor de bewoners fijn te laten verlopen. En als je dat lukt, krijg je een enorme kick. Wat ik goed vind bij Viva Zorggroep, dat je je kan blijven ontwikkelen. Mij is meerdere keren gevraagd niveau 4 te gaan doen, maar daar heb ik niet voor gekozen. Het liefst blijf ik zo dicht mogelijk bij de bewoners. Wat ik wel doe, is kleine cursusjes en verdiepingsdagen volgen op het leerplein. En dat is echt heel waardevol. Mensen zeggen wel eens dat je dat kan, werken in de zorg. Maar ik zou echt niet anders willen.